Piet Hermes uit Zevenbergs hoek nu aan tafel. Piet, ben je uitgerust inmiddels? Jawel, ik ben voldoende uitgerust. Jou sowieso. Wij waren vorige week alweer terug. Dus, ja, als boer ben je ook wel gewend aan een stukje lopen, denk ik, of niet? Nou, de val met de conditie mocht het beter. Maar daar heb ik nou weer op zeg maar, peil weten te brengen. Ja. Want je zit meestal op de tractor natuurlijk. Nou ja, en ook wel binnen achter de pc, want tegenwoordig valt er ook wel veel te doen achter de pc. Het is niet meer zoals het vroeger was, het boerenvak. Piet liep afgelopen weken mee in de klimaatmars naar Glasgow vanuit Groningen. 520 kilometer lopen. Waarom deed je dat, Piet? Waarom ben je meegelopen? Waarom doe ik dat, hè? Ja. Ik zeg dat wij het beste maatschappelijke verhaal hebben in de klimaatverandering, transitie. Jij is boer, zeg ik. Ja, waarom zeg ik dat? Omdat ik merk sinds 1998 schade door extreem weer, weersextremen, heel zware buien of droogte. Met die hele zware buien zorg ervoor dat ik dan een misoogst zou kunnen hebben. Mm. Als je het er vlug af kan laten lopen, kun je het redden. Maar het is een strop. Aan de andere kant hebben we met aardappelen bijvoorbeeld. Ja, als je daar water op hebt, dan is dat is een ramp. En als je dan 24 uur, dan kun je ze afschrijven. Aan de andere kant hebben wij ook CO2 bindende planten, gewassen. Mm. Dus wij kunnen die CO2 die men uitstoot, binden. Daar kunnen boeren en bosbouwers. De 99,5% niet-boeren, die kunnen hem alleen maar uitademen, uitstoten. Boeren kennen nog iets in potentie. Mm. Dus heb je het beste maatschappelijke verhaal. Toevallig wist ik natuurlijk van de klimaatzaak van Marja Minnesma. Dus van Urgenda, hè? Ja, van de fanatiekste groeperingen in onze... Kijk, hier sta dus je, ook met, deze, hier ben je met haar in gesprek onderweg. Ja. Wij hadden ook een interview met het Algemeen Dagblad, of weet ik wat. Dus. Hoe ging dat gesprek? Kun je als boer met Marjan Minnesma een gesprek hebben? Nou, punt is, ik ga toch weer terug. Ik had dus een stuk geschreven 6 jaar geleden in zeg maar, Trouw. Dus een boer die schrijft in Trouw. Want je hebt het beste maatschappelijke verhaal. Dus dan moet je het ook gaan vertellen. Mm-hmm. Want het gaat mij om dat je kloven moet overbruggen. Het gesprek aangaan. Uit je bubbel treden. Velen rijden rond anoniem in zeg maar, trekkerkolonnes. Mm-hmm. Kom van die trekker af. Ga het gesprek aan met de samenleving. Je moet... Farmers Defence Force doel je nu op. Ja, kom eens van die trekker af. Ga eens in gesprek. Loop ook eens wat marsen. Maar je was de enige, hè? Nou, ik was de enige die het hele stuk heeft gelopen. Ik heb ook wel andere boeren gezien af en toe, sommige delen. Maar Marjan Minnesma die zag natuurlijk, want dan komen we toch weer terug op dat verhaal. Mm. Ja, de boeren hebben eigenlijk het beste verhaal in de klimaattransitie. Boeren hebben één oplossing, zeggen wij bij ZLTO. Ik ben ook voorzitter afdeling ZLTO Drimmel Geert Ruidenberg. Ja. Mijn vicevoorzitter is een kerringfarmer, is een biologische boer. Wij hebben ook varkensboeren in de club zitten. Jij bent geen biologische boer. Ik ben gewoon een gangbare akkerbouwer. Maar wij hebben dus ook die CO2 binnen de planten. Noem eens wat gewassen die je hebt. Aardappelen, uien, granen, graszaad, bieten. Ik heb toevallig daar een suikerbiet liggen. Dus ook dat is eigenlijk vast. Heb je een suikerbiet meegenomen? Ik heb een suikerbiet meegenomen. Ik heb ook een vast... suikerbiet is niks anders en een plant is niks anders dan zonne-energie die je vastlegt. Ja. Actueel. Shell die haalt hem uit de grond van 300 à 350 miljoen jaar geleden. En laat dat los. Dat is goed beschouwd de klimaatverandering. De fossiele brandstof die je loslaat in het huidige systeem. Dus je voegt eigenlijk zonne-energie van toen toe aan nu. Dus dat is die koolstoftoename, CO2-toename. Die kun je alleen maar weer terugkrijgen via bomen, planten, gewassen. Alleen, je moet meer bomen planten. Ja, alleen bomen eten zo moeilijk. Wij hebben ook natuurlijk... je hebt de korte koolstofketen, dus je eet weer en dan wordt het weer CO2. Maar je moet het eigenlijk opslaan in de landbouwbodem of in de bossen. Ja. En wat mij ook opviel, toen met al 23 jaar geulengraven... Ik woon in een infrastructuurrijke regio. Dus ik zag de files toenemen. Je ziet hier ook op zeg maar, Eindhoven Airport zie je de rijen toenemen. Het zeg maar, consumentisme viert hoogtij. Dus ik kan geulen blijven graven en de zeg maar, wassen zullen blijven verdorren. En wereldwijd is dat nog erger dan in Nederland. Ja, is dat de reden dat je pleit voor een halvering van de autostapel? Ja. De, zeg maar, dat heilige koestapel, die van zeg maar, Blik, die mag gehalveerd worden. Toen mijn vader in 1953 auto ging rijden, hij zou gisteren 100 zeg maar, worden zijn, 1921, toen waren er 250.000 auto's. Nu zijn er inclusief vrachtwagens 10 miljoen auto's. Maar het is makkelijker om de koestapel te halveren dan om die veestapel van Blik te halveren. Schiphol kun je ook sluiten, in mijn ogen. Ja, dat is spannend om dat te zeggen, hoor.
Mm-hmm. Want dan heeft Rutte heeft een probleem, maar hier heeft Christophe van der Maat ook een probleempje dan, hoor. Maar moeten jullie ook... Je kunt wel naar andere wijzen, boer moet toch ook veranderen? Oké. Okay. Natuurlijk moet je altijd aanpassen. Het is aanpassen of wegwezen. Dus wij moeten ons allemaal aanpassen aan die transitie. Ik ben ook een extensiever bouwplan gaan voeren. Meer gaangewassen, niet keer in de grondbewerking. Groenbemesters. Ik heb ook een agroforestry-experiment. Dus is een rij bomen op een akker. Ja. Ik zit wel op zeeklei. Dus je moet de juiste dingen op de juiste plekken doen. Alleen wil je een plant laten groeien, heb je wel mest nodig. De vraag is welke mest. Dus die stikstof... kringloop houdt ook weer verband met die koolstofkringloop. Ja. Dus de stikstofuitstoot van vee, maar ook van de auto's en de Amerscentrale, waar ik ook op uitkijk. Ik kijk ook uit op de HSL en kijk ook uit op de Shell Moerdijk. Wij allen zijn de oorzaak van ons eigen probleem. Ja. Rond 1800 waren er 1 miljard mensen op aarde, 1,5 à 2 miljoen Nederlanders. En nu zijn er 7 à 8 miljard mensen en 17 à 18 miljoen Nederlanders. Jij denkt veel na, Piet. Wij zijn ons eigen gif als wij niet uitkijken. Ja, jij denkt veel na terwijl je aan het boeren bent, of niet? Maar als ik zo aan het schoffelen ben of aan het ploegen ben, kan ik heerlijk filosoferen. Ja. En dan komen dit soort gedachten dan uit. Je staat er ook een beetje tussenin. Hè? Je zegt, ik ben geen biologische boer, maar ik ben ook geen Farmers Defence Force boer. Nee. Ik wil eigenlijk daar een beetje tussenin staan. Je moet samenlevingen bouwen. Ja. Je moet naar de ander toe. En wij als boer hebben het sterkste maatschappelijke verhaal. Dus je moet de maatschappij hoop bieden. Dat is essentieel. Ja. Je moet een samenleving bouwen. Dat doe je samen. Even naar Glasgow, want deze week was dus de start van die klimaatconferentie. We wilden even iets van zien. Waarbij 30.000 deelnemers vanuit de hele wereld onderhandelen over wat te doen aan klimaatverandering. En deze week was ook onze premier Mark Rutte daar. Rutte wil dat landen meer samenwerken om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken. Verder zei hij dat landen er niet aan ontkomen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Er is volgens Rutte maar één ding te doen. It should now be about action, action, action. Ja, ik vond dat niet zo geïnspireerd klinken. Nou, als ik het woord action hoor, dan zeg maar, denk ik aan iets anders. Denk ik aan die goedkope prulzooi uit zeg maar, China bijvoorbeeld. Ja. En daar wordt Xi Jinping weer rijk van en bouwt dus weer een machtige vloot op, et cetera. En China executeert ook zeg maar 3000 mensen per jaar. Om nou afhankelijk te worden van China, dan heb ik als het Westen... Bedoelde de premier natuurlijk niet. Hij bedoelde actie. Oh, sorry. Nee, maar ik zou zeg maar alle wereldleiders ook een schop onder de hol willen geven. In die zin om toch action te ondernemen. En niet alleen in woord, maar ook in daad. Wat vinden jouw collega-boeren van hoe jij het doet, Piet? Ze vinden het spannend. Nou ja, noemen ze een ander woord als spannend. Nou, spannend. Ja. Maar ook irritant kant, misschien? Nou, sommigen wel. Maar ik ben een luisterende pels. Ook binnen de eigen ZLTO. Dat vind ik ook wel eens nodig. Ja. Want die vinden het ook spannend. Maar als je het beste verhaal hebt, moet je het ook gaan vertellen. Maar dat geldt voor alle bonden. Dus dat geldt voor de LTO's, dat geldt ook voor de Farmers Defence Force, dat geldt voor de agractie, dat geldt ook voor de boer-burgerbeweging. Ik heb het beste verhaal in de klimaattransitie. Vertel het maar. Een paar jaar geleden werd jij bedreigd. Ja, ik werd ook bedreigd. Maar weet je wat de grap is? Dat kwam toen in het nieuws. Gaan we even kijken. Ja. Piet Hermes uit Zevenbergse Hoek wordt regelmatig bedreigd. Nu heeft hij zelfs een dode rat ontvangen. Hij denkt zelf dat het komt omdat hij zich als boer en columnist druk maakt over de verandering van het klimaat. Ik kreeg een kaart toen ik 50 was. Ik maakte hem open. Dat was deze. De derde kaart was volgens mij dit. Deze. Van wie de bedreigingen komen, weet hij niet. Nee, ik heb geen idee. Ik heb hooguit een vermoeden uit welke hoek die zou kunnen komen. Het zijn natuurlijk geen... Het zijn sceptische mensen. Ja, je zei de grap is. Ik vind dit geen grap. Nou, nee, goed. Ik dacht aanvankelijk, het is een grap. En bovendien, wat kun je er tegen doen? Nee. Maar zijn het collega-boeren, denk je? Het komt wel uit die hoek. Want als ik de knipsels zie, dan komt die uit het vakblad waar ik ook, zeg maar, dat heb je herkend. Een columnist ben, ja. Dus in die zin, aan de andere kant, je moet... Dus ik heb een column geschreven als weerbaarheid tegen extremisme. Maar ik ben dus extreem tegen... ik ben radicaal tegen extremisten op links en op rechts. Pro-boer, anti-boer. Ja, ik ben niet eenkennig. Je probeert er tussenin te staan. En daar hoor je dus radicaal tegen te zijn. Anders geef je kans aan de zogenaamde banaliteit van het kwaad. Verander jij wel eens van mening eigenlijk? Ja, tuurlijk. Ik pas hem doorlopend aan. Ja, want dat lijkt me handig. Ja.
mensen die star volharden in hun eigen mening. Wat heb je daaraan in een samenleving? Je moet toch je standpunten doorlopend toetsen. Lijkt me handig. Ja, klopt. Hoe zit dat bij jou, Rutger? Mening veranderen is best wel lastig. Ja, vind ik zeker. Zeker in deze tijd. Dan heb je het over corona, klimaat, dat soort onderwerpen. Ja. Het is niet makkelijk, hè? Zwarte Piet. Nou ja, maar dat is zo. Je moet je oren en je ogen open houden. En ik vind dat je best mag veranderen. Dat is gezond. Ja. Als je de vorige foto nog zag, mag ik even terug? Dan zag je dat ik meereed in Amsterdam bij de vorige klimaatmars met mijn trekker. Ja. Gisteren was ook een klimaatmars, maar ik dacht om nou een superspread event te gaan... Daar ga je niet aan meedoen. Nee. We blijven maar gezond. Ja. Ik ga nu het gesprek met Rutger doen, is dat goed? Ja, blijf zitten, Piet.